Op dit kruispunt hadden eerst fietsers voorrang, toen de auto's en nu weer de fietsers. Een verwarrende en gevaarlijke situatie op de afslag van de Leenerweg naar de Roosterlaan. In 2007 werd de T-splitsing aangepast, zodat wegverkeer voor de nieuwe Bloemenbuurt er makkelijk door kon. Nu gaat het kruispunt weer op de schop. Sommige bewoners menen dat het gevaarlijk is voor fietsers wanneer auto's zomaar door kunnen rijden. Anderen vinden juist dat deze situatie overzichtelijker was en daarom veiliger. De gemeente vindt in ieder geval dat de fietsers weer voorrang moeten krijgen. Dus na volgende week hebben de fietsers weer voorrang.